En die kende ergens meer heen. In het echte leven rij je toch ook niet door als je zeg maar zo vast zit. Dus kan je zonder van je wagen, man. Oh, ik ga binnenkort de LSP ervaren, dat is ook wel weer nice. Wow, wat is dit, man? Nou, jammer niet. Ach, kom op, waarom gaat hij niet op de stoep, man? Ja. Yo mensen, super tof dat je me kijkt bij deze gloednieuwe Leeuwarden video. We gaan vandaag weer Leeuwarden spelen. We gaan kijken dat we weer leuke meldingen gaan tegenkomen. Wij zijn vandaag weer als politie. Ik ben vandaag weer als 2801 weer beschikbaar. Dus we gaan kijken dat er een leuke melding komt. Hopelijk een beetje, met een beetje actie erin. Helaas nog steeds geen pistool. Maar ja, helaas. Maar dat komt later nog wel. Ik heb gewoon veel te weinig tijd voor die training. Dat is gewoon irritant. Even kijken. En hieraf. Want ik zie dat hier ook iets gaande is. Gaan we er even heen? Gaan we even kijken waar die agent? Is goed. Misschien heeft hij onze hulp nodig, misschien niet. We gaan het wel zien. Gaan we eens even kijken. Gaan we even koekeloeren dat het goed gaat wel of niet. Even kijken. Nee, moet ik hebben. Top. Zo zet ik mijn auto zo neer. Kijk, misschien dat hier nog hulp nodig is. Aangekomen. Bij bestemming. Oh. Ik ga eens even kijken hier. Wat een auto was op slot. Dat is wel een goede tip. Je auto op slot zetten, want dan nemen mensen mee. Even kijken, wat is hier eigenlijk gaande? Ik weet het niet. Ik ga gewoon eens kijken. Is er iets gaande? Oh. Wow. Oh. Is er iets gaande hier? Geef me informatie, agent. Oh. Oh, blijkbaar niet aan de hand. Oh. Oh, blijkbaar niet aan de hand. Ja, ik zie opeens sirene staan. Kan ik even zeggen. Zo, blijkbaar niets aan de hand. Zo. Afgehandeld, top. Ja, goed zetten. Gaan we gewoon even... Gaat het goed? Gaat het goed? Ja, ja, het gaat helemaal prima. Top. Nou, blijkbaar niets aan de hand. Helemaal top. Even kijken, gaan we even een rondje hier omheen. Oh, dan legt het scherpe bocht hoor. Dan rijden we gewoon lekker weer rustig verder. Even kijken, assistentiecollega. Waar is de assistentie nodig? Ik zie nog meldingen, maar eens even kijken. Witte auto, ook wordt meegenomen. En weer een groene auto, hoop ik zin in een groene auto. Oh ja, dat is heel handig. Oh man, ik denk dat wij hem samen... Weet je wel, moet ik hem pakken? Eigenlijk wel, want hij staat dan midden op de weg stil. Heel irritant. Voor de tegenliggers, oef. Wow! Voor mij wordt hij aangehouden, hoor. Ik rij achter, ik krijg een stukje naar achteren. Ja, hij wordt stopgezet. Hij wordt staan, ja, ik ga helpen. Hop, stoppen die op. Uitstappen. Luister naar mijn collega AUB, anders wordt er geweld gebruikt. Waarom? Oef. Uitstappen, nu. Hoppa, politie, alles. HR plus, rechtswaardstaan. Controle, nu uitstappen, oef. Oh, meneer gaat vandoor, meneer gaat vandoor, meneer gaat vandoor. Oh, lekker bezig, collega. Ik zie mijn bus erachter. En die kan nergens meer heen. Die kan echt nergens meer heen. Ja, maar in het echte leven rij je toch ook niet door als je zeg maar zo vast zit. Dus kan je zonder van je wagen, man. Oh, ik ga binnenkort de LSP ervaren doen. Dat is ook wel weer nice. Wow, kijk dit, man. Nou, oh, jammer, vriend. Oh, kom op, waarom gaat hij niet op de stoeprand? Ja, achtervolging. OC, achtervolging, we rijden nu bij de garage. Oh ja, wacht, ze horen mij niet. Heeft niet zoveel zin om nou iets te gaan zeggen.
Hé hey, jongens, pak die witte bus, pak die witte bus, pak die witte bus. Lekker bezig. Oh, hij gaat echt in out of shit. Dat was heel irritant. Oh, jongens. Ja, oh ja, dankjewel collega voor het oppakken. Echt topgozerbende. Echt een topgozer. En wat heb ik, hoe heet die? YOLO SO. Echt dikke shout aan jou, man. Echt topgozer. Hij pakt hem op. Echt een topgozer. Gearresteerd voor blokkeren van de politie. Mijn oude sirene zijn. Echt wat een topgozer is dit, maat. Echt topgozer. Echt een top roleplayer is het. Echt wel een topgozer. Hij pakt hem ook op met zijn handboeien. Ja, maar nu zijn we wel die witte Vito kwijt. Dat zal wel jong. Maar echt wel een topgozer. Oh, je rijdt middel te weg naar achteren. Dat is niet zo veilig. Maar echt wel een topgozer, echt waar. Oh, nu gaan we hier af. Ze draait er wel hier een brandweer volgens mij met sirenes aan het horen. Waar is de wapenwinkel? Ik weet niet eens als ze überhaupt hier een wapenwinkel hebben. Zo wel, maar heb ik het niet gezien. Maar voor mij moet je gewoon wapens kopen in de, bij de store volgens mij. Wil ik op zich wel doen, maar... Oh, die vent zit dus niet meer vrij, ja, het is een minuut verder, hè. Oh, we zitten al midden op de weg. Dat is niet handig. Oh, er is gewoon iemand van Rijkswaterstaat staande gehouden, heb ik nog nooit gezien. Oké, heb je daar wel iemand die echt in het midden op de weg stilstaat, op het stoeppad, of van waar zit die vast? Dat is wel een mooie Volvo, hè? Boom. Lol. Ik ga hem helpen, ik ga hem helpen. Staan. Meneer gaat er vandoor, ze gaan er vandoor. Wapenstok wordt ingezet. Hup, ik ga de hele pakket zo. Halt. Halt. Halt, liggen blijven! Je bent al 3 keer geslagen. Ik vind nu al dat je... Eigenlijk, ja, dat is een beetje FNP. Je bent al 3 keer geslagen. Dan blijf... In ieder geval, ik heb nog nooit gezien... Als je wordt geslagen, dan ga je echt wel liggen, hoor. Dat weet ik wel zeker. Dat is FNP, dat is FNP. Ja, jammer. Ja, ik laatste wel gewoon FNP, helaas. Helaas, jongens, dat bestaat nog steeds, hè. Maar helaas. Kijk, maar bijvoorbeeld, net als die andere gast, die deed gewoon echt een goede RP. Daar had ik net een dikke shout-out naar gaf. Echt een topgozer. En dan gaan we nog even een rondje rijden. Politie waakzaam en dienstbaar. Very nice. Even kijken, dan zie ik hier. Oh, een ambulance zijn we nu toch? Ja, dus ambulance. Dan gaan wij hier af. Top. Nu gaan wij hier af. Maar ja, weet je wat het wel is? Met games en het real life blijft altijd nog een verschil zitten. In ieder geval, ja, je kan wel zo'n plugin erin doen ofzo als je wordt geslagen dat je een paar minuten blijft stilstaan of zo. Noem maar iets op. Oh, wat bent u aan het doen, collega? Ik wacht dan even op. Ik ga een stukje naar achteren. Top. Maar er blijft altijd nog een verschil, hè. Dus ja. Er blijft altijd nog een verschil. Maar ik denk echt, als we daar over 10 jaar gaan kijken, dan weet ik zeker dat games echt bekant hetzelfde zijn als het real life. Verwacht ik. Oh, random gaat serie aan. Echt, waarom ga je iedere opname aan? Oké, zegt hij bij zo random. Very random. Meneer probeert in te breken, lukt hem niet. Top. Top dat het nog wel gewoon dicht is en dat er ook echt niemand naar binnen kan. Dat is echt chill. Waar rent iemand? Lol. Wordt je nou aangesproken?
Nee. Ik kan er niet in de neer. Het is een eenpersoonswagen. Oef. Want er zit voor mij maar één seat in of zo. Maar kan je er meer in doen? Want die voor mij is dat vet belastend volgens mij. Met de seats. En dan moet je meer inzetten. Alleen dat kan volgens mij ook lag veroorzaken. Dat kan ook. Ik zie het wel. Maar op zich, ik vind het op zich wel prima dat hier maar één iemand in kan. Woep woep, is de sound of the police. Ah nee. Hoe mooi zal het zijn als je nou in een Roblox ook voice chat kan hebben, maar ik weet zeker, je wordt helemaal gek. Want iedereen dan door elkaar heen gaat schreeuwen. Maar hoe zal dat zijn? Maar dat is alweer. Waar ben je toch zo'n plugin voor? Of kan dat niet? Ik weet echt niet. Ik zeg maar iets trouwens. Even kijken, dan weer af. Helemaal top. Ik zie hier nog helemaal niks. Geen meldingen. Het is wel een rustig dagje, dat is wel chill. Ja, we hierheen. Die van zit echt hier echt alleen maar. Oh. Helemaal top, collega. Ga ik even hier parkeren. Dat is heel top. En dan was dit het einde van de video. Vergeet zeker een duim omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren. Zodat ik super tof zijn. En zie ik jullie later weer bij een nieuwe video.